Deze nieuwe video. In deze video ga ik samen met jullie naar het museum De Waag. Hier hebben ze zeg maar een museum gemaakt, helemaal over Deventer van vroeger en allemaal dat soort dingen. Maar voordat we daar naar binnen gaan, wil ik jullie eerst het hele gebouw even laten zien. Ik sta nu aan de achterkant van het gebouw, ook omdat het hier lekker rustig is. En ik het nog een beetje spannend vind om dingen hier op te nemen. Maar ik wilde jullie dus heel graag en snel het gebouw laten zien. Weet je wat ik heel erg mooi vind hier in Deventer? Ze hebben aan blinde mensen gedacht. Dus je kan hier gewoon overvoelen en dan kun je dus gewoon lezen wat hier staat. Dat vind ik wel echt heel erg mooi. Hier hebben ze dus helemaal De Waag in gemaakt. Dit is dus de voorkant zeg maar, van het gebouw. Heel erg mooi. Ik hoor dat jullie me horen, want het waait een beetje. Hier staat dus een beetje informatie. Zoals De Waag, gebouwd van 1528 tot 1531 en in 1644 voorzien van Renaissance bordes met trappen. Het wegen van handelswaren vormde voor de stad belangrijke voor inkomsten. En ook hier staat er dus allemaal informatie. Ook hier heb je dus allemaal van die dingen in de gebouw gegraveerd, zoals de zon, de maan en wat dat is, weet ik niet. En ook hier heb je van die aparte glas en van die luiken heb je hier. Ja, geeft wel iets aan het gebouw, vind ik. Dit is dus de zijkant van De Waag. Ik zal even uitzoomen trouwens, een beetje, maar dit is dus het gebouw. Heel erg groot ook. Ja, waarvoor dit voor was, weet ik eigenlijk niet. Kun je hier stiekem naar binnen kijken? Alleen, dat is alsof ze hier vroeger gewoon van die mensen zo in de kerken gooiden. Nou, we zijn bijna aangekomen bij de voorkant van De Waag. Hier heb je dus die trappen waar ik het net over had. Dit is dus aan de voorkant. Moet je kijken hoe cute. Ik vind het echt schattig. Het is wel jammer dat het helemaal groen is, maar goed. Dit zijn dus die trappen. En kijk hierboven, wat de fuck is dat? Dat is wel een beetje creepy, vind je niet? Ik ga stuk, maar kijk al die details hierboven. Het heeft wel iets. En dan hier heb je de ingang. Dus hier gaan we zo naar binnen. Maar ik wilde nog even de andere trap laten zien. Oh my god, zoals hier hebben ze wat zitten. Zie je dat daar, die man? Ook hier heb je dus aan de andere kant een trap. Heel erg mooi. Nou, we gaan hier even naar binnen. Ik dacht, ik loop even die trappen op. Moet je dit zien? Is toch eng? Even eerlijk. Maar verder, ik vind het wel heel mooi. Ook dit en zo. En kijk, dit zijn dus die trappen. Ik dacht, laat me maar even gewoon omhoog lopen. Want er zitten hier toch hekken waar je niet doorkomt. Maar kijk, als je hier komt, kun je hier dus zo bovenop staan. Op het soort balkonnetje. Maar hier is een dikke traliespoor. Deze, ja, jullie kunnen het denk ik niet goed zien, maar deze vind ik wel echt heel erg cute. Zo'n soort leeuwtje. En dan hier staat ook nog wat op. Zie je dat? Ik weet niet precies wat het voor moet stellen, maar ik vind het wel cute. Zo'n antieke kast hier. Heel erg mooi. Sorry trouwens voor de flikker in de beelden, maar het ligt aan het licht. Dus ik ga mijn best doen om dat niet te veel te hebben, maar... Dit is echt nog van vroeger, moet je kijken. Hier mag ik niet naartoe, maar kijk hoe smal allemaal. Kijk al die stenen. Nou, ik ga even hier naar beneden kijken wat hier is.
Oh mijn god. Ik vind het wel eng. Kijk die trapjes. De waag. Ik ga nu zo naar het speelgoedmuseum, dus dat gaan jullie ook nog zien hier in deze video. Ik hoop alleen dat het beeld dan wat beter is, want hier flikkert het echt heel erg door het licht. Dus ik hoop dat ik dat straks niet heb. Maar ik ga nu even verder met mijn dagvlog en dan zie ik jullie zo bij het speelgoedmuseum. Nou, hier is dus het speelgoedmuseum. What happened to forever? Now we're not together. I know it's time you probably need a break to see if you were done, whatever. Ride and die together. But baby, know that I'm good either way. What happened to forever? Now we're not together. I know it's time you probably need a break to see if you were done, whatever. Ride and die together. But baby, know that I'm good either way. Kijk hoe leuk, Halloween. En hier heb je allemaal van die papieren hangers. Leuk. Heb je dus alles van vroeger van Sinterklaas. Kijk, hier zie je dus ook Sinterklaas in Deventer. En dan heb je allemaal liedjes en zo. En dit is Sinterklaas en zijn knecht. Kijk, even inzoomen. Zie je dat? En ook hier. Heb je Sinterklaas? Dit vind ik leuk. Zwart kerstdorpje. Dit is wel cute, hè? Oh my god, kijk hoe leuk. Brandweerman Sam. En hier heb je Superman. En Buzz Lightyear. Maar je kan deze ook nog omklappen. Oh my god, zo leuk. Ik weet niet wie dat waren. Oh, cute. Oké. Speelgoedkast. Moet je nagaan dat dit een oud toetsenbord of iets is. Moet je kijken.
En dan ook hier nieuwe, allemaal nieuwe spul van tegenwoordig. Echt wel grappig. Hier heb je allemaal kinderboeken. En daar natuurlijk Nijntje. Hier heb je zelfs nog de PlayStation, die oude versie, en de PlayStation 4. Oh my god, kijk dit, hoe oud. Nou, ik ga hier nog een beetje rondkijken. Ik wil jullie in ieder geval voor deze video bedanken om te kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En ik ga nog even verder kijken naar al dit moois. En dan zie ik jullie bij een andere video. Doei!